Mattie, een uh, 2-0 overwinning uh, in eigen huis. Kijk terug op de wedstrijd. Ja, natuurlijk. Uh, fantastisch met de drie punten. Heel belangrijk voor, uh, uh, ja, voor, voor nu. En uh, ja, uh, zoals ik net zei, een uh, uh, drukke periode deze, deze zes dagen met drie wedstrijden. En uh, dat voel je wel uh, in uh, in uh, mentaal en, uh, en fysiek. Uh, maar ik vind uh, vandaag dat wij. Uh, heel goed heb gedaan. Uh, strijden tot de einde, zo, uh, zoals wij ook normaal doen. En uh, ook uh, credits to de uh, wissels vandaag. Uh, ik vind dat de uh, uh, wissels uh, ook de verschil maken. Uh, ja, natuurlijk helpt het een beetje met de, met de rode kaart. Uh, maar dat betekent niet dat wij gewoon, uh, uh, gewoon achteruit moeten stappen. Wij moeten gewoon vooruit en kansen creëren. En dan vind ik uh, heel goed dat wij een tweede helft hebben gedaan. Ja, jullie moeten vooral vooruit. Fortuna stond heel erg achteruit met 11 man al. Hoe lastig is het om daar doorheen te voetballen? Ja, het is natuurlijk lastig. Daarom, uh, daarom moet je uh, ja, uh, van kantwissel naar kantwissel uh, proberen om baltempo te houden. Uh, dat vind ik uh, dat wij ja, natuurlijk heel goed hebben gedaan in de tweede helft. Een beetje minder in de eerste. Uh, maar ja, uh, je ziet uh, met de hulp van onze supporters en, uh, en wat wij in de tweede helft he hebben gedaan is, uh, is heel goed. Ja, je zegt het zelf al, van kant naar kant uh, constant. Daar ben jij een, een belangrijke pion in. Is zo'n wedstrijd dan voor jou ook extra leuk? Mm, ja, natuurlijk is het mooi om de uh, bal veel te aanraken, maar uh, uh, ja, ik doe gewoon uh, mijn taak voor het team. Uh, dat is uh, proberen uh, de ritme te houden in de ploeg. Uh, wanneer uh, vooruit spelen, wanneer rust om de bal. Uh, dus uh, ja, ik probeer gewoon mijn best om te doen. Dan heb je de totale overwicht in de wedstrijd uit mijn hoofd 78 balbezit, maar blijft toch nog heel lang 1-0. Zit er dan toch nog iets in je hoofd dat je denkt het zal het toch niet? Nee, dat, nee. Ik, uh, ik probeer gewoon momenten, momenten te pakken in, in de wedstrijd. Uh, en, uh, ja, tot het einde, einde signaal van de, van de scheids. Dus uh, dat is wat ik focus heb. Dan word je tien minuten voor het einde gewisseld. Zit je op de bank. Koning van de wedstrijd. Ja. Hoe mooi is dat om te horen? Ja, zeker, zeker leuk. Dat is altijd leuk. Uh, maar eerlijk ja, ik vind het is altijd, uh, altijd leuk met de individuele prestaties. Maar. Uh, ja, wat wij doen als team is sowieso de belangrijkste. En wij hebben uh, natuurlijk een doelstelling om, uh, om derde plek te halen. Dus uh, daar gaan wij voor deze, uh, deze seizoen. In ieder geval weer een stap dichterbij. Zeker, dat is belangrijk. Top, dankjewel. dankjewel.